Wat zit je te drukken? Wat zit je te drukken, ja, man? Ik ben nog niet eens klaar, man. Ja, nee, verloren. Yo, en welkom back bij een nieuw seizoen van Mokro Mafia Aftertalk. Mijn naam is Noordin en ik ben hier samen met... The boy, Yuki. Komende weken bespreken we alles over het nieuwe seizoen van Mokro Mafia. Ook de nieuwe aflevering, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst gaan we iets nieuws doen. Kill, Rip en Hide. De naam zegt het al, is redelijk easy. Ik vraag aan jou, wie zou jij willen killen? Bij wie zou jij willen rippen? En bij wie zou je willen schuilen? Mm-hmm. Daar gaan we het over hebben. We gaan al die namen noemen. Noem eerst die namen. Ik zou Sinem killen. Ik zou Taxi rippen. En ik zou Hyder bij... Donano? Oké. Okay, ja. Ik zou killen Paus. Mm-hmm. Oh. Ik zou rippen Tata. Oké. Okay. En ik zou schuilen bij Potlood. Waarom? Waarom zou je Paul zijn? Waarom zou je Paul killen? Omdat die man irriteert me al 5-6 seizoenen. Hij moet gewoon dood, bro. En iedereen vindt hem hard, iedereen vindt hem chill. Die man, op het moment dat ik weer sympathie voor hem begin te krijgen, ook in deze aflevering, gaan we het zo meteen over hebben, doet hij weer iets dat ik echt... Ik vind het toch niet zo lauw, man. Terwijl iedereen heeft soortige manier respect voor hem, is bang voor hem. Nee, ook, ik zou gewoon... Hij moet gewoon... Ik zie nog steeds hoe die vrouw van Potlood gewoon bam, bam, bam in die buik schiet. Gewoon. Sindsdien dacht ik van, nee, hij moet gewoon dood. Oké, okay. Ik heb bij Sinem van... Ze is gewoon alleen moeilijkheden, man. Ze is alleen maar onzin. Je hebt een guy die super gezocht wordt in Nederland in je huis zitten. Waarom ga jij de hele tijd shoppen? Waar ga je heen? Je gaat niet eens uit eten. Je shopt om naar huis te gaan, om Edil te zien, om weer te gaan shoppen. What the fuck ga je met alles doen? En Taxi vind ik gewoon een vriendje... Maar niet real life, hoor. Hey, dit gaat echt over de personages. Want ik zag hem tijdens bowlen, was een chille guy. Maar Taxi zou ik rippen, dus hij zou toch niks doen. Maar bij hem valt er toch niks te rippen? Jawel, wat kijk. De Taxi? Ja, nee, maar... Geetje. Maar laten we stellen dat hij nog steeds wist waar die blokken waren toen ze naar die boerderij gingen en zo. In die tijd zou ik hem al geript hebben. Of, ze gingen geld halen. Het gaat om de mensen die je nu zou rippen. Want daarom koos ik voor Tata. Oké, wie zou ik op dit moment rippen? Ja, dat zou ik voor... Tata heeft nu die blokken, die 1300 kilo. Maar hij heeft wel echt een peloton aan Polen. Ja, nee, maar er valt er niemand te rippen. Alleen Tata. Ja, dus daarom heb ik voor Tata gekozen. En jij zou schuilen bij? Bij Donano. Want? Ik weet niet, kijk. Weet je wat het ding is? In Mokro Mafia wordt je kop toch eraf geschoten. Dan ben ik tenminste met Donano heb ik gelachen en zo. Je weet toch? En dan ga ik dood. Want als je bij Potlood gaat schuilen... Je gaat de hele tijd serieus gesprekken... Inval, je wordt doodgeschoten. Het laatste gesprek dat je had was... Ja, man, ik wil echt mijn leven veranderen. Nee, man. Dan praat ik liever met Donano en zeg... Ja, man, die kankerhoerenkindje. Snap je? Daar heb ik... Ik heb dat liever. Hij noemt iemand kroephoekverkoper en zo. Snap je? Verkoop je kroephoeken? Dus ik heb liever dat, man. Ik zeg je eerlijk. Ik snap je wel in dat. Maar kijk, bij Potlood heb ik echt nog het idee dat hij denkt echt slim. Hij handelt slim. Man kan ineens Spaans. Man kan ineens Spaans. Weet jij wat hij nog meer kan? Ja, maar bro. Hij moved precies hoe ik zou moven. Oké, maar luister. Niet het achterste van je tong laten zien. Chillen, luister. Geen problemen veroorzaken. Broer, hij is 5 stappen voor op de rest. Oké, maar nog steeds is hij gepakt. Maar niet door Skotel, toch? Ja, maar nu zijn handen van Paus, dus ja. Ja, maar... Hé, hey, weet je wat? Laten we het hebben over Paus. Staatsvijand nummer 1. Ik zeg je eerlijk... Nou, laten we gewoon gelijk de recap gewoon erin gooien. Laten we gewoon nu echt lekker over die aflevering hebben. Ja. Staatsvijand nummer 1. Boom. Weet je wat ik nice vind? Steeds wanneer je denkt van... Oké, Mokro Mafia, ze hebben het zeg maar... Ze hebben lat nu hoog gelegd. Mm-hmm. Gaat het ineens nog hoger. Want één woord dat alles heeft veranderd in die episode... is gewoon staatsvijand nummer 1. Je kankermoer. Ja, nee, dat zegt hij. Nee, hey, mensen, ik citeer het. Klopt. Voor ons ministerie is het de hoogste prioriteit om hem te pakken. Laten we het beestje bij de naam noemen. Of beest. Dit zijn staatsvijanden. Jouad Asharat is een staatsvijand. Niks minder dan dat. De recap. We begonnen bij... Wat is er allemaal gebeurd, bro? Want ik keek die aflevering en er was iets met Mexicanen.
Tata heeft geript. Dit is er gebeurd. Dat is, weet jij nog wat was überhaupt? Bro, ik zeg je eerlijk. Ik ben vergeten wat in de laatste aflevering van vorige seizoen is gebeurd. Er heel veel gepopt. Wat, hoe de fuck is er geript? Is het gelukt? Ik wist niet dat het gelukt was. Nee, want dat was in die film. In de film? In de film Tata. Je ziet het. Niet iedereen doet zijn huiswerk hier. Terug naar de episode. Ja. Even kijken. Kom even op een Yuki Saus manier. Het is die eerste aflevering. Wat is er allemaal gebeurd? De recap. Okay. Er is één domme chick genaamd Sinem. Zij heeft ervoor gezorgd. Sinem is niet dom. Jawel, man. Sinem is mijn douche. Oké, Sinem. Ik wil ook zo'n chick. Okay, ride or die, Bonnie en Clyde. Bro, laat me een recap geven, man. Even rustig met je ADHD. Okay, Jezus. Oké, okay. We beginnen bij de dokter. De dokter is Paul zou een nieuw gezicht. Hij was staatsvijand nummer 1. Ze gingen naar de dokter. Die dokter zei van, hey, denk jij dat jij fucking crimineel me kan zeggen dat ik iemands gezicht moet veranderen? Ik ben niet met die dingen. Ik ben geen maffiaspeeltje. Ik ben een welgerespecteerde dokter. En dat had je niet moeten zeggen, want nu ben je dood. Snap je? Ze hadden zijn gezicht niet fixen. Ze hadden Paul zijn gezicht niet fixen. Hij is vermoord. Paul ging naar Tia. Zij zei, hey, je bent niet meer de baas in je stad. Je krijgt helemaal niks meer van me. Hij zegt, hey, ik betaal je 25% extra. Zij zegt, oké, fix een nieuwe haven. Waar ga je een nieuwe haven in Nederland vinden? Je hebt Rotterdam niet. Antwerpen gaat niet lukken. België. Waar ga je? Ga je Brix laten landen op Texel of zo? Ik ben echt benieuwd wat hij gaat doen. Je hebt Edil die op de vlucht is. Die ervoor heeft gezorgd dat er een inval is geweest bij zijn moeder. Wow. Dat deed me wel echt pijn om te zien. Want je zag, ze schrok zo erg. En op een gegeven moment was hij er ook klaar mee. Ze dacht gewoon, hey, fuck jullie, man. Ik heb alleen een fucking tape afgespeeld. Hoezo zijn jullie zo snel in mijn huis? Dat wil zeggen, je luistert naar wat hier gebeurt. Snap je? Je fuck me op. Oké, okay, en dan heb je nog de neef van Tia. Die is is wel een neef. Ik weet niet eens of het neef is. Zij is wel een tante. Ja, hè? Neefje van Tia. Hij was wel irritant, hoor, tijdens het eten. Ja, maar hij was wel grappig. Hij was wel grappig. Hij was kapot gewoon, maar echt zo'n irritante Spanjaard of Latino of wat het ook was, man. Ja, wat ook was. En dan heb je Taxi, die bij de politie zit, wordt de kroongetuige. Gaat niet verklaren tegen de moeder van zijn kinderen. Ik vind hem wel vriendje voor dat, man. En je moet gewoon iedereen snitchen, vind ik. Wat? Ja, kom op, man. Als je toch al... Hey. Bro, je bent toch al van plan een snitch te wezen. Snitch meteen iedereen. Wat wil je zeggen? Oh ja, die wel, die niet. Je bent toch al een snitch. En wat denk je dat gaat gebeuren? Denk je dat zij vrijuit gaat lopen? Nee, maar het is dan toch nog wel de moeder van je kinderen, toch? Ja, dus? De moeder van de kinderen wordt niet zo gek. Je vergeet één ding ook. Was dit een recap trouwens? Mm-hmm. Je vergeet dat Romano met zijn 5 meter lange tolly wordt gedumpt in... Ja, ik vond dat wel echt heftig, man. Zo. Ja, het was 5 minuten en toen dacht ik, oké, ze hebben weer een nieuw level van grimmigheid bereikt. Ja. En, want ik dacht, ik heb helemaal afgehakt, hoofd gehad, ledematen. Ja. We hebben Joey die gepopt is, vond ik ook echt grimmig. Ja. En toen werd in één keer hij daar gedumpt. Het is een spook van... Pa Oost. Spook van Oost. Hey, luister dan. Spook van Oost. Is dit. En, ik zeg je eerlijk, waardoor ze mijn interesse sowieso hadden, was eerste scène, ik zie Mokromaniac. Ja. Ik dacht, ik hoop wel, ik weet het niet, maar ik hoop wel dat we hem vaker terugzien in deze serie. Want ik weet niet, zijn manier van praten en hoe hij acteerde was ook wel aan, man. Lijkt alsof hij ervaring had met de dumpen. Ik vond het echt een hele goede recap. Ja, ik zeg je eerlijk. Ik was een beetje van me apropos dat ik niet wist dat er een film Tata was. Ik wist al dat het er was. Ja, maar je hebt je niet van je apropos laten slaan. Wat ik wel nog aan je wilde vragen, want je zei het niveau wordt steeds hoger. Vond je die sniper niet onrealistisch? Nee. Geloof je dat er in Nederland gesniperd wordt? Bro, ik ken letterlijk een goon met een sniper. Hoe bedoel je? Ja, toch? Ik ken letterlijk een kill met een sniper. Hoe bedoel je, geloof maar je dat? Kan die sniperen? Dat weet ik niet, maar ik ken een guy met een sniper. En oh ja, ey, die scène fokte me ook op. Want als zij gewoon dat... En dat fokt me ook op van Mokromafia. Soms laten ze bepaalde mensen dingen doen... dat ik denk van, kiel, dit gaat iemand toch niet doen... Je belt met Tonano. Jij zegt tegen Tonano, ik kijk naar de vrouw en het kind. Hij zegt, oké, je hebt genoeg gedaan, ga daar weg. Wat voor held denk jij dat je bent dat je naar daar gaat rennen om zichzelf te vermoorden? Maar dat vond ik ook weer hard, want dat laat ook weer een beetje dat amateuristische zien. Dat ze al die jonge gastjes van de straat plukken en dat soort wilde westenpraktijken.
natuurlijk kunnen gebeuren. Ja, maar ja, God hebben ze landmijnen daar. En daarom vond ik die sniper ook wel realistisch. Want ja, maar het was... landmijnen en snipers. Ja, maar, en plus, ze waren niet zo ver van dat huis. Hè. Het was niet zo moeilijk te snipen. Oké, okay, ja, ik vond hem wel echt een hele mooie headshot maken. Ik vind hem wel hard trouwens, hoor, die militair geiki van Tata. Wat ik ook nog even wilde checken met jou. Heb je die scène gezien? Dat Potlood en met Pauw zit en dat er een kleine rumoer is. En dat Potlood checkt of hij die gun kan pakken van die neef. Ja, 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 ja. Ja. Maar weet je wat het ding is? Dit seizoen, het is wachten tot Potlood zijn slag slaat. Dat heb ik gezien, want hij is wel bij Pauw, hij wil daar niet zijn. Hij is aan het berekenen, wanneer ga ik mijn slag slaan? Maar ik ben heel veel kwijt. Er is een scène in die loods van de laatste aflevering. En dan houdt iemand onder schot. Houdt Potlood nou Pauw onder schot of Pauw Potlood? Pauw Potlood. En dan zegt Potlood iets in de zin van... Hey, ja, maar je hebt me nu toch al... Zoiets was het, toch? Ja, of... Maar je hebt mijn vrouw gepopt? Nee, ja, nee. 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 Ja. Oké, okay, wat vond jij het moment van de aflevering? Het moment van de aflevering, Yuki Christus. Kijk, het moment dat mij heeft gepakt... en dat is misschien niet het gekste moment... maar wat ik zelf wel een twist vond... was de inval bij Sinem thuis met een vriendin. Waarom? Oké, okay. Sinem wordt gepakt. Met een spangen vriendin. Nee, valt mee. Sinem wordt gepakt tijdens het shoppen. En daar was ik al van... hij wordt gepakt omdat ze met Edil is gezien. Ja, dus ja, daar ben ik met mezelf aan het praten van... joh, waarom wordt ze gepakt? Oké, okay, ze wordt opgepakt. Nu is er bij Edil een huisinval. Dus ik denk van... nee, hoe hebben ze hem zo snel gevonden? Hebben ze iets getraceerd... wat hij via cassetteband met zijn moeder gesproken? Dat is niet te traceren. Dus ik ben van... ja, hoe hebben ze dat gedaan? En staat hij probeert in die kluis te gaan. Ik voel die spanning van... je moet eruit. Maar nu heb je geen money. Hij springt uit dat ding. Ik denk eigenlijk van... oké, okay, hoe springen ze zo van... vier hoog naar beneden. Maar je, toch, dat over dat stukje, dat is echt iets wat je op Dumpert nog kon zien of zo. Je ziet toch wel eens in die filmpjes op Dumpert dat iemand vlucht of zo. Ja, ja. En dan zie je zo die balkondingen naar beneden. Nog nooit gezien, zeg je eerlijk. Ik zit niet op Dumpert. Andere kant van Nederland dat. En, en toen was die chick gepakt. En pas in de gevangenis besefte ik me van... oh, het gaat echt alleen maar om de fraude. Ja. En dat Eddie gewoon daar weg is gekomen. Maar nu vraag ik me af, wat gaat Eddie doen? Gaat die blonde chickie... haar snitchen dat Eddie bij hun heeft gezeten, denk je? Ik weet het niet, want wat gaat ze ermee bereiken? Ja, maar ze, hun naaien, want zij waren 3 weken opgesloten als een dier... met plakband op de mond en een eitje met bruin brood. Ja, maar ja, je gaat niet snitchen als je niks uithaalt. Als ze helemaal vrijuit gaat, denk ik het wel. Als ze dat niet doet, ja, dan niet. Maar dit bedoel ik met Sinem brengt alleen problemen. Maar ja, wie vond maar jij... ze bedoelt het wel goed. Ze tjostelt het wel. Ze weet het wel altijd voor elkaar te... Nee, ze heeft jij niks denkt echt dat ze elke keer de verkeerde keuzes maakt? Dat doet ze. Ik vind die Sinem en die Ed, die Bonnie en Clyde shit, die toxicness. Ik geloof het, man. Het spat ervan af. Wie vond jij ster van de show dan? De ster van de show? Ja. Vond ik... nee. Ik wilde zeggen die guy. Okay. Die neef van die Tia. Oh ja, nee, ik zeg, maar het was een momentje. Het was een momentje. Want hij ging wel goed omschrijven. Hij zei, ja, maar je lijkt op dat ene paard met die te grote ogen en zo. Ik dacht, ja, je bent wel accuraat. Ik vond ook toen hij zijn tanden eruit werd, ik ben wel echt stuk gegaan op dat moment. Dat ze met die gun doen zo. En dat hij elke keer, moet je ook maar opletten, toen er werd geschoten. En toen hij mis, toen het misging. Yeah. Dus toen hij niet werd gepopt. Nu ging ook een soort van half juichen. Omdat die kogel niet raakt. Broer, ik zeg je eerlijk. Ik ben het met je eens, man. Hij is ster van de show, man. Ster van de show. Hij is vermoord, jammer genoeg. Ja, hij was maar kapot. Maar hij was ster van de show. Hij heeft een kleine 20 minuten heeft hem wel laten lachen. Aan tafel was top. Waar hij vermoord werd, was top. Pak nog eens het nat. Zet stil. Maar ik zeg je eerlijk, ik vind dat Pauw wel. Het lijkt alsof hij doordraait, want waarom zou iemand. Lijkt. Waarom zou iemand zo martelen omdat hij even heeft gepest? Ja, omdat het echt om die kleinerings gaat, denk ik, man. En ik denk dat dit toch wel op zijn bord gaat terugkomen, want. Je weet niet wie hij is van... Ja, klopt. Maar hoe dom ben je? Staatsvijand nummer 1. Ja, staatsvijand nummer 1. Maar ik zou liever staatsvijand nummer 1 zijn dan fokken met Tia. Ja. Tia Alvarez. En ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Want hij was echt niet blij met die uitzending. En er werd echt nadrukkelijk gezegd... Hey,
Hey, weet je zeker dat je de uitzending wilt doen? Het is niet slim. Nee, het werd vaak herhaald dat je denkt van... Oké, wat gaat nu gebeuren? Wordt er een minister gekiezen? Je weet wat er gaat gebeuren. Ik heb er zin in. Maar we gaan het over die voorspelling. Dit bewaren we even voor het eind van de voorspelling. Want ja, wij gaan naar hetzelfde. Nee, ik denk niet dat we dezelfde voorspelling hebben. Ik denk het wel. Okay. Over dat gedeelte wel. Hoe ben jij met spelletjes? Ja, ik verlies niet heel snel. Jij? Ik vind het eigenlijk alleen leuk als ik win. En anders speel ik vals om te winnen. Nee, ik doe niet aan vals spelen, maar nee. Eerlijk. Nee, man. You're not a cheater. Nee, man. Oprecht niet, man. Even over die voorspellingen van vorig jaar. Mm-hmm. Ik had wel de meeste goed, hè? Ik had de meeste goed. Ik had letterlijk de meeste goed. Bro, op een gegeven moment zaten we hier met... met acteurs en deed ik een voorspelling, gingen ze gewoon naar me lachen van... hey bro, jij denkt echt de goede kant op. Nee, ze keken lachend naar jou van... jij. Ik vind de manier hoe je denkt heel creatief en leuk. Misschien moet je zelf een script gaan schrijven, want nee, dit gaat helemaal mis. Zeg je eerlijk, mensen in de comments wisten dat ik vorige keer... Ja, heb je de comments gelezen? Iedereen zei van, ja, maar Yuki heeft weer gelijk. Ja, Yuki. Ja, maar Yuki heeft gewoon Yuki. Wat was jouw bijnaam nou? Mijn bijnaam was Lakse. Wat was de jouwe? Weet je het niet meer? Nee. Ik had echt een goeie, man. Kom op. Wat dan? Ze moeten ons echt volgend seizoen echt gaan zetten. Wat had je? Nee, even, wat had je? Kom op, Yuki, man. Drukken. Druk te maken. Ik zei zelf druk te maken, maar jullie waren het niet eens. Jullie zeiden drukken. Ja, we gaan het spel spelen. Je zet twee knoppen voor je. Mm-hmm. Druk er maar één keer op om te raden. Nou, dat is als je iets goed hebt. Die ga jij denk ik wat vaker horen. Nee. Voor mij is het hetzelfde. Die is goed. Ja. Je hebt saaie geluidjes. Ik heb man. Hele saaie geluidjes. Yeah. Je hebt net als een baby achter de schermen gezegd dat je blauw en rood wilde. En anders de opname niet wilde starten. Dat is dus de reden dat jij de goede geluiden hebt en ik niet. Oké, het is dus nu tijd voor het spel. We gaan om en om vragen aan elkaar stellen en beantwoorden. We weten inmiddels welke knoppen goed zijn en welke knoppen niet. We gaan niet weer drukken. Ja, nee. Zeker ik zie als een klein kind willen kijken naar die chille knop van jou. Zeg je eerlijk, je gaat bij mij vaak victory horen. Oké, en door. Waar het om gaat, snel antwoorden. Je hebt geen bedenktijd. Okay. Wat is de bijnaam van Eddie? Bro, ik stel de vraag aan jou, dus jij moet zo... Ik heb het antwoord hier. Oh, dus... ja, sorry man. Geen idee. Nu stel jij vraag 1 aan mij. Hoe heet de vrouw van taxi? Fout. Hoe dan? Wat zou je zeggen? Samantha. Samira, rustig. Ah, rustig taxi, doen. Shit, ik zat aan Tata te denken. Oké, ga verder. Oké, wie heeft Romano gepopt? Zijn vrouw, zijn ex-vrouw. Naam. Hè? Naam. Hoe bedoel je nou? De Nee. Celine. Nee. Jij komt bij mij met namen. Okay. Staat hier letterlijk Celine. Jammer, dan. Okay, volgende vraag. Alle twee nog geen goed gehad. Even kijken. Vraag 2. Wat wordt bedoeld met Spook van Oost? Maar dit telt niet, want dit heb ik net gezegd. Daar wordt Romano mee bedoeld. Hele naam? Romano, nee. Ja, we gaan nu niet in één keer... Dat staat hier. We gaan nu niet in één keer achternaam ook erbij halen. Maar dat staat Nee, Romano. Hier tevreden. Te lang gedaan. Nee, jammer dan. Die is gewoon te goed. Deze is gewoon goed. Hier staat Romano tevreden. Ik coach dat hij goed is. Nee, dit kan niet zo zijn, man. Nee, je bent te laat. Je bent te laat. Ga verder. Deze is gewoon goed. Nee, hoe is dit goed? In welk jaar is het eerste seizoen van Videoland ontstaan? Van welk jaar? Videoland. Mokromafia. Eerste 2018. Keer. Alle twee één goed. Weet je wat grap is? Ik weet dat omdat toen had ik iets met de chick. En ik had die eerste aflevering bij haar gekeken. En dat was 2018. Anders wist ik het niet. Zweren. Die chick heeft je wel. Dus echt zit die bij je. Ja, Charabia. Wat is de bijnaam van Joët Ankarat? Ankarat. Paus. Zo! 1-1. Ga verder. Wie is de bedenker van Mokromafia? Ahmed Akali. Ja, tuurlijk. Wat zijn dit voor slechte vragen, hoe heette de broer van Muis die onthoofd werd? 3, 2, 1. Moment! Wat? Ja. That's racist, bro. Nee, bro. Ja, ik zag jou met Moment. Ik weet het niet, bro. Nee, Ilias Taheri. Ja, man. Gaan we verder. Ja, jij hebt die makkelijke vragen, man. Oké. Ja. Welk beroep had potlood? Ik ben het vergeten eigenlijk. Maar accountant? Waarom druk je dan eerst op de... Jij moet sowieso pas die knop indrukken als ik iets goed accountant? Heb. Wat was die dan? Boekhouder. Ik
Yo, één pot, hey, even serieus. Eén pot nat dan. Nee. Accountant, boekhouder. Hier staat boekhouder. Oké, dat had je Romano ook niet. We accountant kunnen, en boekhouder we kunnen doen deze hetzelfde. Goedkeuren als Romano ook goed is gekeurd. Gaan we dat doen? Ja, oké. Oké, je hebt gewonnen. Nee. Welke artiest krijgt in seizoen 5 een rol? Joe. Fout. Mokromaniac. Ja, maar Joe ook. Ja, maar wow, we hebben het niet over Joe op dit moment. Ja, maar Joe is ook een artiest. Dus het is niet per se fout, toch? Er stond Joe, hoor ik hier. De score is 3-3. Dit betekent dat we een bonus iets hebben. Ja, wat is vandaag de bonus ding? We gaan een personage uit de aflevering nadoen. Ja. En als jij erom lacht terwijl ik het doe, heb ik een punt. Okay. Als ik erom lacht terwijl jij het doet, krijg jij een punt. Is goed. Ik kies voor die guy die gepopt wordt, die neef. Oké, mag je maar. Wie kies jij? Ik kies voor Tonano. Oké, je mag eerst. Nee? Jij gaat assist. Steenpapier, schouw, je als eerst gaat. Jij gaat assist. Best spannend, vind ik het. Ja. Kiel, dit is meteen casting, hè? Maar als hij lacht voor hij doet, dan krijg ik een punt, hè? Hijo de puta, pendejo. Wat zit je te drukken? Wat zit je te drukken? Ja. Ik ben nog niet eens klaar, man. Ja, nee, verloren. Jij? Ja. Jij? Hey, doe jij met je Tonano dan? De grap is, ik kan het niet. Oké. Okay. Nee, hij heeft ook belangen, hè? Hij lacht. Denk je verkoop kroephoek? Oh nee. Denk je verkoop saté ayam? Je verkoopt drugs, houtje. Ja, nee, ik heb gehoord. Ja, ik heb gehoord, man. Ik heb gehoord. Hey. En mensen, hij is Indo, daarom had ik het veranderd naar saté. Je weet toch? Hey, ik heb gehoord. En wat krijg je daar dan? Ja, die. Ja. Nee, maar ik zeg je eerlijk. Wil je even zeggen, hey, Yuki, goed gedaan. Ik Yuki, heb verloren. Goed gedaan. Nee, even met energy. Ik heb gewonnen. Geen manoeuvre. Je had een makkelijkere rol van de twee. Maar je hebt het creatief opgelost. Waardoor je mijn lachspieren hebt aangewakkerd. Dank je wel. Waarom komt ineens een of andere meid als we alles vertellen? Waar is ons spul? Mannen. Jullie zijn mannen, toch? Hè? Jullie weten in wat voor handel jullie zitten. Dat wat? Je verkoopt je kroepoek, hoedelen. We gaan door naar de hitlist. Leg ze uit, wat is de hitlist? Nou, we gaan dus elke week een beetje bespreken wie we denken die doodgaat. Mm-hmm. Kunnen er nogal wat zijn. Wie denk jij die als eerst doodgaat? Neef van Paus. Ja. Ja? Snap ik. Oh ja, oké. Okay, ja, nee, weet je, heet hoofd ja, heet hoofd. Hij wil erin gaan. Ja, ik denk hij is dat echt net loyaal naar Paus toe, maar... Dom. Hij gaat, ja, hij is zo, dom. Hij is niet zo slim. Hij is geen schaker. Ook, je zeker ziet hem bij die Alvarez. Zomaar had hij bijna waar zij bij is. Die keel, ja, die keel is zijn keel gestoken met een vork. Op een familieverjaardag. En, ben je gek. En ja, nu heeft Paus iemand van Tia de familie gepakt. Ja. Oeh, ik denk. In ruil. Ja. Die ruilen misschien. Ja. Wie denk jij? We gaan voor eentje, want we mogen een hele lijst, maar ik hou het op één. Kijk, er moet iemand gaan vallen. Ik denk niet gelijk dat ze een van die eerste hoofdpersonages doen. Dus Tata blijft nog even, Potlood blijft nog even. Tonano zou echt zonde zijn. Die Samira blijft ook nog even. Kijk, ik zou misschien denken die ene, die Poolse guy waar Tata tegen zei, ja, schreeuwt anders nog harder. Maar waarom denk je dat? Ja, maar die heeft nog ook nog een te belangrijke rol, denk ik. Ik vind het echt lastig, deze. Neem maar je tijd, hoor. We nemen geen podcast op. Ik krijg ook helemaal stress hiervan. Ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Hey bro, ik zweer, jij mag nooit opgepakt worden, man. Jij mag nooit opgepakt worden. Het gaat echt mis. Ik ga kiezen voor... Doe maar die poll.
Oké. Goed verhaal. Nee, Paul, die commandantenmannetje van Tata. Weet je, omdat jij hier zo lang over hebt gedaan en omdat je zegt dat ik altijd als eerst ga, gaan we het nu over de voorspellingen hebben. Nee. Wat denken wij dat gaat gebeuren in de volgende aflevering? Noording, Blessing, ga jij maar als eerst. De volgende aflevering ga je bijna niet zien wat het vervolgverhaal is van de aflevering van deze aflevering. Want we hebben die Ching Boys nog niet gezien, die kleine boys. Wat is er ook alweer met hun allemaal gebeurd? Waren zij niet raar ergens in een camper, de laatste aflevering van Mokro Mafia? Dus daar gaan we sowieso naar kijken. Dus ik denk qua vervolgverhaal dat er niet heel veel gaat veranderen. Ik denk wel dat Paus teruggefloten gaat worden door Tia. Hij gaat nog meer doordraaien. Edil gaat nog niet gepakt worden. Misschien gaat hij toch nog even langs zijn moeder. Gaat zijn moeder zeggen, nee, niet hier, want we worden afgeluisterd. Mm-hmm. Waar zou jij naartoe gaan als je Edil was? Als ik Edil was, was ik in de eerste instantie nooit weggaan naar Duitsland. Ja. En ik zou niet voor een snelle wiepie gaan, want ze heeft je alleen maar problemen gegeven. Ja, we weten nou wel dat Sinem geen... Maar waar zou ik nu heen gaan? Ik zou een oude bekende opzoeken. Iemand die echt buiten deze cirkel is. En gewoon daar eventjes hergroeperen. Maar je moet helemaal wakker daar naartoe, hè? Ja, hij heeft niks. Hij heeft geen geld, hij heeft niks. Dus ja. Oké, wat is jouw voorspelling? Mijn voorspelling is dat de Young Boys hun slag gaan slaan. Ik denk dat ze heel lang hebben ondergedoken. Maar waarvoor waren ze ook weer ondergedoken? Ze werden gezocht door Tonano, toch? Oh, ja, ze werden gezocht door Tonano. Want ze denken dat die Young Boys mensen hebben vermoord. En dat ze hadden ook drugs gestolen, volgens mij. Zoiets, hè? Ja, ze waren ondergedoken. Ik zag toevallig dat een van die boys echt lijp is afgevallen. Dus ik denk... Ja, Havik, man. Ja. Ik ben die man voorbij gelopen bij die première. Je herkent hem niet meer. Havik is helemaal afgevallen. Dus ik denk dat ze in een soort kamp hebben gezeten. Of ze zijn gepakt en ze waren lang opgesloten. Of ze zijn in een kamp gezeten en had rare stress gewoon. Ik denk dat we het daarover gaan hebben volgende. Ik denk dat Paus aan het einde van volgende aflevering een slag gaat slaan. Ik denk of qua de drugs of qua minister. Ik hoor je. Die ben ik vergeten. Zij gaat eraf. Ja, Yuki. Ja, maar we zijn er nog niet. Ja, die minister gaat eraf. Die gaat echt gepopt worden. Ja, moet op de hitlist. Die heb ik op mijn hitlist. Ja, en... Niet die Paul. Die minister. Ja, en ik denk dat Taxi uiteindelijk niet gaat praten. Ik denk dat Taxi uiteindelijk niet gaat praten. En dat ze hem dan weer terugzetten in jouw doodammer zelf? Nee, zover ben ik niet. Maar ik denk dat Taxi niet zoveel gaat praten. Waarom denk ik dat? Er werd aan hem voor de laatste keer gezegd van... Hey, als je hiermee akkoord gaat, is er geen weg terug, hè? Hij was van, je weet toch? Maar ik denk dat hij het niet gaat durven. En ik denk ook, toen dat die scène speelde, dacht ik, daar is altijd een weg terug. Want wat als zo'n kroongetuige ineens besluit in de rechtszaal niks te zeggen? Ja, dan ga je gewoon... Dan heb je alleen zijn verklaringen van papier, hoor. Ja. Dat werkt ook wel, maar ik bedoel... Het is altijd een beetje met zo'n kroongetuige is wel... Ik vind wel leuk dat ze dat effect nu ook erin hebben gedaan. Omdat ook in het echt natuurlijk al jarenlang daar heel veel discussies en dingen over zijn. Ja, daarom mensen, ik geef jullie tips, hè. Als een echte Mokro Mafia kijker, als een bestudeerder van het vak. Zodra jij ziet dat er in die aflevering iets wordt herhaald, gaat er iets gebeuren. Er is heel vaak herhaald, deze verklaringen kunnen pas gebruikt worden. Kluis. Kluisverklaring. Daarom denk ik, die man gaat niet praten. Ja, dus we gaan kijken. En met het eind van de voorspellingen komen we ook aan het einde van de eerste aflevering van Mokro Mafia After Talk. Yuki, yes. Dankjewel dat je er was, man. Ja, thanks dat jij er was. En als jij thuis weet wat volgende aflevering gaat gebeuren, zeg het vooral in de comments. Vorig seizoen hebben we veel goede comments gehad, shoutouts gegeven. Laat je horen en jij hoort van ons. Mokro Mafia is te zien op Videoland en we zien jou volgende week weer. Ciao.